We hebben in het bestuur gesproken wat is wijs in moeilijke tijden. En daar kun je heel verhaal over houden. Er is één ding zeer belangrijk. Dat ook in moeilijke tijden moet je laten zien wat je kunt. En dit soort bijeenkomsten vanavond, ik ben ervan overtuigd dat het geweldig veel succes kan hebben. Geweldig veel succes. En let dan ook op één ding. Ga vanavond niet alleen maar praten met mensen die u kent. Misschien kent u elkaar allemaal wel. Maar ga niet praten met mensen die u kent. Ga eens praten met mensen die u net even niet kent. Ga eens kijken bij welke partij u zou zeggen, hé, is wel interessant om daar iets mee te doen. Want niets staat vast. Ik vind het, wat ik tot nog toe gezien heb, hebben ze het allemaal fantastisch geregeld. En ja, lekker ongedwongen. En echt waarvoor het bedoeld is, ja, een echt netwerkje te leggen, laten we het zo maar zeggen, op deze avond. De sfeer is goed en het is een goede start. Dus ja, de mensen zijn nu aan het eten en dat betekent dat we dan even een stilte moment hebben. En straks gaat alles los, ga ik daar even vanuit. Ja, of je nu 1 wordt, 2 of 3, nee. Ik denk dat dit gewoon op zich voor onze branche gewoon heel positief is. Om eens een keer met z'n allen iets positiefs naar buiten te gooien in deze toch wel roerige tijd. Ontzettend leuk. Het is heel vrijblijvend. Gelijk bij binnenkomst heb je iets van heel ongedwongen sfeer. Het nodigt echt uit om met andere mensen te gaan praten en dat is natuurlijk heel positief. Ik stond net buiten, toevallig heel even, want ja, ik maak me toch schuldig aan om toch even een sigaartje te roken, helaas. Dat moest toch gebeuren, maar daar sta ik ineens tegenover iemand die ik 10 jaar geleden heb gezien. En op zich is het gewoon heel leuk. En dan praat je erover en zeg ja, ik heb veel over jou gelezen en op zich is dat leuk. En dit netwerken, ja, dat hoort er gewoon bij. Mag ik aankondigen, de winnaar van de Van Spijk Innovatieprijs Grafisch Media Industrie 2009 is geworden... Jongbloed! Nou, ik ben apetrots. Ik vind het geweldig. Je bent natuurlijk best een tijd mee bezig. En als je dan ja, ook door vakgenoten ja, deze verkiezing wint, dat doet me natuurlijk best heel veel. De Dwarsligger is een nieuw boekconcept. En je moet voorstellen dat een boek heeft altijd een linker en een rechter pagina. Hij heeft vaak een omslag wat vastzit. Nou, wij hebben hem veranderd. Hij heeft geen linker en rechter pagina meer. Maar je krijgt eigenlijk de bladspiegel van... Ik zal hem even laten zien voor de camera. Je krijgt eigenlijk 2 pagina's in het dwarsligger. Die vormen eigenlijk 1 bladspiegel in een gewoon boek. Dus wat je als voordeel hebt is dat hij heel erg compact is. Hij is klein. En het grote voordeel is dat je natuurlijk veel meer leesmomenten creëert. Want je kunt hem heel makkelijk ja, in je zak doen of in een tasje. En dat betekent, ja, je hebt hem eigenlijk altijd bij je. Ik geniet echt van de contacten en het netwerken. En ja, ik stel voor elk jaar weer. Hè. Ik vind het zo gezellig, maar vooral ook heel nuttig. Nou, ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de manier waarop dit georganiseerd is. Want het is inderdaad echt een plaats hier waar je elkaar op een hele makkelijke en plezierige manier kan ontmoeten. Dus absoluut prima geregeld. Een gemoedelijke avond waar ontzettend veel genetwerkt wordt. Ik ben al mijn kaartjes al kwijt. Ik had er 3 mee. Ja, ik vond het erg goed georganiseerd. Goeie avond, ja. Heeft u ook met mensen gesproken die u nog niet kent? Ja, ook dat, ja. En heeft dat iets opgeleverd voor u en uw bedrijf?
Ja, is al te moeilijk om aan te geven of dat meteen iets oplevert natuurlijk. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen.